Net als Ajax 1 ontving ook Ajax onder 19 afgelopen zaterdag in eigen huis Sparta Rotterdam. Het is de vijfde competitiewedstrijd voor de ploeg van trainer John Heitinga. En daarin werd nog geen misstap begaan. Het is ook de laatste wedstrijd in aanloop naar de return in de Youth League. Aanstaande dinsdag tegen Hammarby. Waarin de ploeg een 4-0 uitzege verdedigt. En de volgende ronde dus wel binnen bereik is. Dit is een goede bal richting Sabolcs Schön. Gaat naar binnen, het schot wordt geblokt. Opgevangen Jasper ter Heide. Weer Schön. Nu heeft hij een goede steekpaas naar Ekkelenkamp. Ekkelenkamp en een goede redding van de keeper. Maar dan is daar Danilo Pereira heel attent. En de Braziliaanse spits zet Ajax na een kwartier spelen op een 1-0 voorsprong. Dit is nog een goede redding. Maar dan is daar Pereira. Dan is de keeper kansloos. En dus is daar de voorsprong al voor Ajax onder 19. Dat 23 keer scoorde in de laatste 5 wedstrijden. En hier op jacht gaat naar de tweede. Weer Schön. En nu een hele goede redding. Doelman Kenny Lipman tikt hem weg. De bal die op weg was naar de kruising. Botman mee naar voren geslopen. Daar is Pereira. Pereira voor zijn tweede. Nog een keer voor zijn tweede. En tot 2 maal toe. Goed werk van die Sparta-doelman. Die zo die 2-0 al een paar keer voorkomt. Ekkelenkamp, harde botsing. En een overtreding. En zelfs geel voor Levi Bouwensen. En het muurtje wordt gebouwd door Lipman. Danilo Pereira achter de bal gaat langs de muur en in de hoek van de keeper. Waar hij dan toch eigenlijk niet in mag. Lipman doet een stapje opzij en is dan verrast. En zo de tweede van Pereira in dit duel. Dan Sparta maar eens een keertje. Bijna El Maats verrast. Maar het is het enige gevaar wat de Rotterdammers stichten. Daar Ekkelenkamp. De middenvelder weer mee naar voren geslopen. Goeie kopbal. Scoorde al 5 keer dit seizoen. Daarmee gedeeld topscorer nu met Pereira. Die dus ook al nummer 4 en 5 maakte in deze wedstrijd. In de tweede helft. Een ongelukkige botsing voor Schön. Die hier de schoenen in het gezicht krijgt. En dat betekent einde wedstrijd voor de Hongaar. En het debuut voor deze 15-jarige Brian Brobby. Normaal gesproken in Ajax onder 17 maakt nu zijn eerste minuten in het vlaggenschip van de jeugdopleiding. Dan Sparta. Goede actie en een goed schot. Mist alleen wat richting. Abdul Sanko. De gevaarlijkste kans voor Sparta tot nu toe. Maar hier zijn de Spartanen weer. Met El Kashati. El Kashati en weer een goede streep. Maar weer hoeft El Maats niet in actie te komen. Maar de Spartanen gaan dus nog op zoek om de wedstrijd nog spannend te maken. Hier is Ajax weer met Gravenberg. Handige bal naar Bakker. Bakker richting Brobby. Zijn eerste kans in Ajax onder 19. Kan aardig vrij inkoppen. El Kashati tegenover Bakboord. En die houdt even vast randje 16. Maar de bal gaat er buiten. Zit in de 83ste minuut. Ugur Altintas heeft de bal neergelegd. En schiet hem heel vrij binnen in de korte hoek. El Maats kan er niks aan doen. En zo komen de Spartanen nog terug in de wedstrijd. Maar spannend wordt het niet meer. Want door de goals van Pereira wint Ajax met 2-1. En blijft ook na 5 wedstrijden nog zonder puntenverlies. Kan zich nu op gaan maken voor een mooie week met het Youth League Return tegen Hammarby en de mini-klassieker.